Wat een geweldige opkomst deze prachtige middag. Een heugelijke dag, 28 januari 2020. En we mogen u hier met z'n allen van harte welkom heten. Ik ben samen met Rob Jeras verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij Westraten, zoals we het maar even zullen zeggen. Nogmaals van harte welkom. Zometeen proosten we op de opening, maar niet voordat Rob even een verhaaltje heeft verteld over hoe het allemaal is ontstaan. En dan vervolgens korte presentatie door Tante Amalia. En natuurlijk dan het officiële gedeelte door de wethouder van de gemeente Middelburg, meneer Alberts. In deze volgorde gaat het geschieden. Even voor graag het woord aan Rob Jeras. Nou, dank je, Klein. Dat doe je best netjes, jongen. Allemaal welkom. Nou, mijn naam is Rob. Een aantal van jullie ken ik. Een aantal van jullie heb ik ook hard zien werken. Hé, Jelle? Ja. Een aantal ook niet. Ja. Maar, over het algemeen wordt er hier keihard gewerkt. Met heel veel liefde en plezier. En wij vinden dat leuk dat we daar op onze manier, op een zeer bescheiden schaal, ons steentje kunnen bijdragen. En hoe is dat gekomen? Ik zal het niet te lang maken, want Johan wil ook nog een heel verhaal afsteken, denk ik straks. Dus we zijn ooit in aanraking gekomen met Philadelphia via de moeder van een stagiair bij ons. Een stagiair, moet ik zeggen. En die moeder, dat was Mieke. Mieke is best enthousiast, voor degenen die ze niet kennen. Nou is dat Mieke. Ja. En aan de hand daarvan hebben we gezegd van, nou, zou eens wat kunnen betekenen voor elkaar. Wij hebben wel eens wat klusjes te doen. Verpakkingen, tasjes bijvoorbeeld, waar de bodem, een kartonnen bodempje in moet. Lang verhaal kort, wij hadden wat ruimte beschikbaar. En we hadden wat mensen tekort. Dus ja, zo hebben we elkaar gevonden en we hebben gezegd, we gaan een ruimte inrichten en we gaan daar enthousiast beginnen en we kijken wel wat schip strandt. Of het strand misschien wel helemaal niet. Nou, en tot op heden kunnen we gewoon zeggen dat het een succes is. Ik ben Jelle van Veen, ik werk vanaf mei 2019 bij Westraat, locatie Anodeweg. Ik ben hier op maandagmiddag. Dinsdag de hele dag, donderdagmorgen en om de 14 dagen op vrijdagmorgen. Dat het er altijd gezellig is en dat ik nu in een echt bedrijf werk. Ik hoop dat ik nog een lange tijd bij Westraten mag werken. Jelle van Veen. Als ik jouw toespraak hoor, nou, dan kun je zo assistent wethouder worden. Dus ik wil je vragen om straks bij mij de opening te doen. En dat is een hele mooie opening. Jullie hebben schitterend versierd. In een ruimte waar ik inderdaad al was geweest. En ik mocht in mijn toespraak de glutenvrije kerstollen niet noemen. Want daar hadden we nog een beetje trauma van. Maar je was nu al zo vaak genoemd. Ik noem hem maar gewoon. Want ik vond het heel leuk en gezellig om die ook te mogen inpakken. Ja, ik ga bij Jelle voor om. Kom je achter me aan? Ja, ik kom achter. Oké, kom maar. Ja, dan mag ik het even. Jelle, ja, we moeten wel staan. Oh, hij mag er ook. Hij is nu vier. Ja? Ja. Hij staat er nu tussen. 4, 3, 2, 1.